welkom bij deze nieuwe video. Vandaag echt een super duper leuke video. Een aantal weken geleden werd ik gemaild voor een samenwerking voor een lip plumping product. Dus iets wat je lippen voller maakt zonder fillers of wat dan ook. Ik heb altijd bij dat soort producten iets van, ik ben altijd een beetje sceptisch, want dat soort producten werken vaak niet zo goed. Ik heb heel vaak lip plumping glossjes gehad, producten, maar ze werken altijd echt heel minimaal. Dus ik dacht, oké, ik heb ze teruggemaild. Ik zei, oké, ik ga het proberen. Mocht het echt goed zijn, dan kunnen we samenwerken. Vind ik het niet goed, dan houd het gewoon op. Een beetje ervan uitgaande dat ik het niks ging vinden. Maar jongens, oh my gosh. Dit is het beste lip plumping product ever. Dus ik ben de samenwerking zeker aangegaan. En ik ga vandaag jullie Dr. Plump laten zien. Dit is een lip plumping treatment die echt je lippen voller maakt. Ik ben echt een van die sceptische personen die nooit in dit soort onzin gelooft. Ik ben ook absoluut niet van de lip fillers. Als mensen dat willen doen, prima. Maar het is niet echt mijn ding. Ik vind mijn lippen altijd wel gewoon, ja, gewoon mooi hoe ze zijn. Maar dit product, ik dacht echt, als dit mijn lippen voller kan maken zonder echt lip fillers, dan I'm all in. In een van de afgelopen video's had ik het voordat ik begon met de video ook gebruikt. En toen had ik dus na mijn intro gezegd dat ik iets voor de lippen heb gebruikt. En toen zei ik een van jullie dat het haar gelijk opviel dat mijn lippen voller waren voordat ik er überhaupt iets over zei. Dus dat liet mij zien dat anderen het ook echt zien en niet gewoon in mijn hoofd zit. Dus ik ga jullie vandaag dit product laten zien. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. En ik ga jullie helemaal stap voor stap uitleggen hoe je dit gebruikt en hoe je lippen voller gaan worden. En ook before en afters en al dat. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dat nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Behalve mijn lippen. Op mijn lippen zit nu helemaal niks. Dus dit is gewoon de before van mijn lippen. En dit is dan het product. Dr. Plump Dermal Lip Treatment. Als je hem bestelt is dus dit wat je binnenkrijgt. En dan als je hem openmaakt is dit wat erin zit. Een handig instructieboekje. Een roller. En dan echt het product. Deze combinatie gaat je lippen echt voller maken in slechts 5 minuten. Het kost je 5 minuten per dag. En je hebt gewoon vollere lippen. Je moet het 1 keer per dag gebruiken. Vanaf minimaal 2 weken. Als je het 2 weken elke dag gebruikt, gaan je lippen echt voller blijven. En dat is echt ideaal. Dus I love it. Dit is dus een lipfiller serum. Met verschillende maten hyaluronzuur erin. Wat je lippen dus gaat plumpen. Het geeft een natural boost aan de lippen. Zonder fillers, zonder pijn of whatever. En dan heb je hier de rollen. Die moet je zo op je lippen rollen. En dat gaat dan de bloedsomloop vergroten. Waardoor het effect nog heftiger wordt. Dus dit is de droomcombinatie. De eerste keer dat ik dit heb gebruikt, heb ik het ook gefilmd. Want ik dacht, ik wil dat jullie mij zien. De eerste keer dat ik dit gebruik. Ik begon dus met de roller. Ik heb dit 2 minuten lang op mijn lippen gerold. Horizontaal, verticaal, gewoon de hele tijd. En ik merkte al dat mijn lippen een beetje gevoelig en plump werden door de roller. Toen ging ik in met een klein beetje van deze serum. Deze bracht ik gewoon met mijn vinger aan over mijn hele lippen. En het brandde, jongens. Oh my goodness. En branden is goed. Als je vaak een lip plumping product hebt gebruikt, dan weet je ook dat ze altijd een beetje branden. Dit brandde echt wel erg. Maar geloof me, je houdt het wel vol. En toen ben ik vervolgens nog een minuut met deze roller gaan rollen op mijn lippen. Zodat het gewoon goed intrekt en mijn lippen lekker vol werden. En het resultaat was echt insane. Ik dacht echt, wow. Dus ik was echt gelijk impressed. En toen heb ik het dus vaker gebruikt. En ja, ik ben gewoon elke keer weer onder de indruk. En wat ook fijn is, is dat je gewoon gelijk je lipgloss, lipstick, whatever je ook gebruikt, kunt aanbrengen. Dus je hoeft niet nog te wachten of zo. En jullie weten hoe ik ben. Ik heb altijd haast. Ik wil nooit lang wachten. Dus dat vind ik heel fijn. Ik ga het nu ook weer aanbrengen. Je moet eerst je lippen helemaal schoonmaken. Helemaal ontsmetten. Dat heb ik gedaan. Ze zijn helemaal schoon. Ik ga nog eventjes extra met een wattenschuifje over mijn lippen. En dan ga ik dus beginnen met de roller. Dit is dan hoe de roller eruit ziet. Er zitten zo van die hele kleine naaldjes op. Zoals je kunt zien. En dan ga ik gewoon letterlijk dit over mijn lippen rollen voor ongeveer 2 minuutjes. Zo, ik heb nou 2 minuten met dit ding gerold. Je kunt hem gewoon ontsmetten en weer schoonmaken met warm water. Dan ga ik nu een beetje van dit serum aanbrengen. Je kunt hem zo hieronder open en dicht draaien. Ik breng het gewoon zo gelijk op mijn lippen aan. Zo. En dan breng ik het gewoon zo met mijn vinger aan op mijn lippen. Oh, dit brandt. Oké. Ik moet wel zeggen, hoe vaak je het gebruikt, hoe minder het branderige effect is. De eerste keer was echt extreem. En nu dat erop zit, ga ik weer een minuutje rollen.
Zo, en dan is het klaar, jongens. Kijk even dit. Mijn lippen voelen helemaal zo opgezwollen aan alsof ik ben gestoken door een bij of zo. I love it. Dit is de before en de after. Je kunt hier echt heel goed het verschil zien. Nou, vandaag nadat ik deze video had gemaakt, had ik een selfie videootje geplaatst op mijn Instagram. Ik had niet eens erbij gezet dat ik iets van liplamping heb gebruikt. En ik kreeg al gelijk dit berichtje. En dit allemaal aan de hand van dat ik dus een aantal video's terug had verteld dat ik een liplamping product gebruik. Dus ja, je ziet gewoon echt heel goed het verschil. Wauw, ik vind het echt heel mooi. Het is niet overdreven geplant. Het is echt een heel natural effect. Maar je ziet echt, echt verschil, jongens. Oh my gosh. En het effect blijft ook echt urenlang zichtbaar. Het is niet iets wat je opdoet en dan binnen een half uur is het weer weg. Het blijft echt urenlang. En nogmaals, dus hoe vaker, hoe langer. Het is nu 2 uur later. Ik was klaar met die video om 11 uur. Het is nu 1 uur. En ik wilde jullie even laten zien dat je lippen echt voller blijven. En dat het niet binnen een kwartier weer verdwijnt. Zoals je kunt zien, 2 uur later. Mijn lippen zijn nog steeds vol. Ik heb de lipstick eraf gehaald en ik heb nu gewoon een lipbalmpje op, een doorzichtige. En mijn lippen zijn gewoon nog steeds voller. Echt, I love it. En dit blijft echt gewoon zo voor een aantal uur. Bij mij blijft het nou al heel lang goed zitten, omdat ik het dan al heel vaak heb gebruikt. Dus ja, I love it. Kijk even dit. Ik vind het echt, echt een goed product. Echt het geld waard. En je kunt er echt heel lang mee doen. Nou, ik zei net al, je mag dus gelijk je lipstick of lipgloss of zo aanbrengen wat je wilt. Welke ga ik opdoen? Ik denk dat ik gewoon ga voor een glossje. Ik ga denk ik in met deze lipolie van Clarins. Die vind ik wel mooi staan met deze look. Dit is in de kleur 03 Sherry. Je kunt het er gewoon gelijk zelf aanbrengen. Nou, met een lipolie of iets erop lijken je lippen nog voller. Kijk even mijn lippen. Ik kan het gewoon niet vaak genoeg herhalen. Ik vind het zo mooi, jongens. Dit werkt echt en ik raad het ook zeker aan. Ik zet beneden in de beschrijving een linkje hiervan. En mijn kortingscode, dan hoef je wat minder te betalen. Ik raad dit echt aan voor iedereen die wat vollere lippen wil. Nog wel een natural effect wil en gewoon niet helemaal aan de fillers en zo wil. Echt, echt een aanrader en jullie hebben het effect gewoon kunnen zien. Dus ja, I love it. Let me know wat jullie ervan vonden beneden in de reacties. Is dit een product wat jij zou gebruiken, ja of nee? Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!